Welkom bij FC Os TV. François, allereerst welkom bij de club. Wat heeft je doen besluiten om voor FC Os te kiezen? Nou, dat was eigenlijk heel makkelijk. Kijk, de baantjes liggen niet voor het oprapen, wat dat betreft. Peter heeft mij een aantal weken geleden gebeld om een keer te komen praten. Aangegeven dat ik een van de kandidaten was. Dat had hij overigens vorig jaar ook al gedaan. Op dat moment ga je natuurlijk al meteen je hart een beetje sneller kloppen. Ook het feit dat je de kans hebt om weer een betaalde voetbal in te gaan. Plus bij een club eigenlijk, waar ik 3 jaar heb gespeeld. Mijn trainerscarrière eigenlijk begonnen ben hier bij de jeugd. En dat ik zoiets van, nou, hopelijk gaat dat hem worden. Het is voor mij natuurlijk een hartstikke mooie kans om weer terug te keren in het betaalde voetbal. En daar heb ik heel veel zin in. En de gesprekken met Peter waren positief. Dus die keuze om voor Os te kiezen, die was eigenlijk wel snel gemaakt. Ja, je bent al bekend met de club, hè, want je hebt hier een verleden. Ben je ook bekend met een aantal spelers van de huidige selectie? Ja, behoorlijk wat spelers ken ik wel. Ik zei al tegen jouw collega, er zijn zelfs een aantal spelers waar ik al mee samengewerkt heb in het verleden. Dennis Jansen heb ik in de jeugd bij NEC een aantal jaren gehad. Dien van der Sluis, een jaartje bij Den Bosch. Er zijn zelfs een aantal jongens volgens mij waar ik nog tegen gespeeld heb toen ik zelf speelde. En voor de rest zijn alle spelers wel bekend. Kijk, ik volg het voetbal op de voet. Ik heb dit jaar wat scouting en analysewerk gedaan voor NAC. Dus ik heb veel wedstrijden gezien van Os ook. Ja, ik ben sowieso wel op de hoogte van sowieso Jupiler League en betaald voetbal sowieso. Dus ja, dat is niet zo als jij mij een speler noemt dat ik zeg van nou, die ken ik niet, nooit van gehoord. Dus, en ook bij Os zijn veel spelers mij wel bekend, ja. Ja, het is werk aan de winkel, hè, want volgend seizoen hekken sluiten betekent degradatie. Dat is hard, maar wel de werkelijkheid. Wat ben je nou eigenlijk voor trainer? Onder andere ook al qua speelstijl bijvoorbeeld. Nou, ik ben sowieso een trainer die ervan houdt om iedere training het maximale uit jezelf te halen. Dus ik wil ook wel spelers iedere training gewoon het maximale uit zichzelf halen. Dus iedere training tot het gaatje gaan. Dan wil ik niet zeggen dat je altijd een goede training af kunt leveren in kwaliteit. Maar het moet wel altijd vanuit een gedreven iets zijn en altijd hard willen werken. En ja, goed, als je kijkt naar mijn voetbalfilosofie, is toch wel dat ik iemand ben van de Hollandse school. Dus ik hou er wel van om verzorgd te voetballen, via goed positiespel komen tot aanvallen. Hoog druk zetten, in ieder geval attractief aanvallend. Alleen ik zeg altijd wel erbij, dat is allemaal leuk. Alleen het moet niet naïef worden. Uiteindelijk is het wel zo dat je resultaten moet halen met aanvallend voetbal. Kijk, en als die bal dan een keer de tribune over moet, dan is het misschien niet zo mooi. Maar uiteindelijk is het resultaat het belangrijkst. Maar ja, de manier waarop bepaalt wel vaak of je resultaat haalt. Kijk, als je maar wat doet en iedere week het anders doet, ja, dan geloof ik niet zo in een goed resultaat op de lange termijn. Dus ik ben wel van de Hollandse school. François is een winnaarstype. Iemand die met lef speelt. Die strijd hoog in het vaandel heeft staan. Die de club kent. Ook weet vanuit zijn situatie binnen de Jupiler League wat er binnen FC Os gevraagd wordt. Ik ken hem persoonlijk ook. Hij kent mij persoonlijk ook. Hij staat voor strijd. Hij staat voor lef. En ik weet dat hij heel goed onze situatie kent. En net als ik... strijdbaar en ambitieus is. Nou ja, de trainer is nu binnen. Nu wordt natuurlijk de focus gelegd op de spelersgroep. Ja, met wat voor spelers ben je bezig en kan je daar iets over prijsgeven? Ja, nou goed, wat je daarover kan zeggen, dat we op dit moment wel met 5 of 6 spelers concreet of minder concreet in gesprek zijn. We blijven daarvan uitgaan dat wij spelers zoeken met spelintelligentie, met lef. Maar ja, de wil om te winnen. Het leveren van strijd, en dat is natuurlijk per elke positie ook weer anders, hè? Dat moet je wel zien. Het leveren van de juiste wedstrijdinstelling is heel erg belangrijk, want daar hebben we het afgelopen seizoen het meest in tekort geschoten. En dat is treurig.